Hallo allemaal, mijn naam is Jurnan en vandaag gaan we beginnen met F2021 My Team Career Mode. De start van een nieuw seizoen, een nieuwe carrière, een nieuwe My Team. We gaan natuurlijk een custom season doen en daarin is het gewoon het volledige seizoen. Wel een tip of ja, een soort van iets wat ik moet bekennen. De originele tracks van de kalender zitten er nog niet in. Dus Imola, Portimao, Jeddah en dat soort lui zitten er allemaal niet in. Codemasters moet hij nog gaan toevoegen, maar wij gaan gewoon 20 races doen. Beginnen in Bahrein, dan door naar Spanje en dan het gevreesde Monaco circuit. Wat ik helemaal niet leuk vind, maar goed, daar kunnen we niks aan doen. Die staat gewoon nog op de kalender. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Heb jij de vorige aflevering van Breaking Point gemist? Zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan recht voor het i'tje, klik daarop zodat die aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 Career Mode. Ik probeer mijn best te doen omdat ik een fulltime baan heb nu, dus dat wordt misschien lastig. Maar goed, ik kan niks beloven, ik probeer gewoon mijn best te doen. En ja. Here you'll experience the world of Formula One, not only as a driver. Ja, bla bla bla, Fransman, ik weet het al. Ze hebben Carl hebben ze verwijderd. Ik vind het een beetje jammer, want ik vond Carl wel leuk. We hebben nu deze Fransoos. Dat is dan een Frans plein. Ja, laat maar, boeien. Avatar kunnen we dus kiezen. Gewoon weer hetzelfde popje als normaal, want een andere popje hebben ze helaas niet. Dat dus. Naam gewoon invoeren. En de pakken helmen gaan we gewoon allemaal aanpassen naar wat ik gewoon wil. We zijn natuurlijk Nederlands. Dit is ja, het einde van het pak en zo. En zoals je kan zien gaan we met een soort van Nederlands achtere auto rijden. Omdat het pak gewoon rood, wit, blauw is. Heel mooi om te zien. We hebben ook nog een victory call. Nou, laten we even horen. Vind die wel leuk. Yeehaw, mooi. Nou, pak dus gehad. Dan kunnen we nu door naar de auto. We gaan dus kijken. Ja, wie wordt onze teamgenoot? Met welke motor gaan we rijden? En wat wordt onze hoofdsponsor? Sowieso de naam Schaven Racing. Natuurlijk, zoals altijd, achternaam en dan Racing. Beetje normaal geworden. Bij teams, voornamelijk bij Red Bull Racing en Aston Martin. Heet allemaal Red Bull Racing. Natuurlijk, en Aston Martin Racing. We moeten een inkomen hebben, ofwel een hoofdsponsor. We gaan natuurlijk gewoon voor het doel wat haalbaar is en misschien wel het meeste geld opbrengt. Dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn. Dus dat moeten we gewoon even zien te vinden. Teamgenoot wordt trouwens een Formule 2 coureur. Ik weet nog niet wie dat is. Het kan zijn dat er misschien Nick de Vries bij zit. Het zou wel leuk zijn als we die hebben, maar ik ben er bang voor. Schumacher zit er ook nog in als Formule 2 coureur. Hubert trouwens nog ook. Met een power unit, jazeker. En we gaan niet voor Ferrari, niet voor Mercedes. We gaan gewoon voor eentje die niet te duur is. Maar toch ook wel betrouwbaar is. Ja, Honda, Ferrari en Mercedes zijn goed te duur. Dus we kiezen gewoon Renault. De plofmotor kiezen we. Hopelijk dat hij ons niet in de steek laat. En als laatste een teamgenoot. En ik kan je nu alvast verklappen. Dat is Christian Lundgaard. Dat is onze teamgenoot. De Deense coureur. Want Jehan Daruva. Jezus, zijn achternaam vind ik rot. Daruvala vind ik niks. Marino Sato, Pedro Piquet, Dan Ticktum. En remember, the faster the team levels up, the faster our income will increase. The higher a driver's experience, the more resource points are earned to spend on vehicle upgrades. Racecraft is the driver's skill to effectively complete overtakes when opportunities arise. Awareness shows the driver's ability to avoid errors and incidents. Pace describes the driver's ability to set competitive lap times. Focus represents the driver's current form and state of mind. Rating is a summary of the driver's overall skill level. Okay, mooi. Hij is uitgepraat. Waar zit Christian Lundgaard? Daar zit Christian Lundgaard. Vind ik nog wel het meeste eigenlijk van de beste. En die kost ook niet zoveel. Die kost gewoon 800k. Ja, die kost denk ik wat meer dan de rest. Maar goed, boeien, dan hebben we ook een prima coureur. Als debutant in F2021 My Team Career Mode. In F2020 kozen we Antoine Hubert. In het begin, toen was dat Louis de Letras.
En nu is het Christian Lundgaard die zijn debuut gaat maken in de Formule 1. De settings zijn allemaal goed. Bevestigen en dan gaan we door naar volgens mij de auto. Car livery moeten we dus gaan maken zoals gewoonlijk. En het is ja, de Nederlandse vlag geworden. Tada! Ik vind hem vet. Ik vind hem echt vet. Kijken wat jullie ervan vinden. De S staat voor schraven. Niet voor spijker, maar voor schraven. Die is rood-wit-blauw natuurlijk. De teamkleuren zijn rood-wit-blauw. Ik vind het heel vet. En hiermee gaan we dan ons debuut maken in Bahrein. Nou, dat is hem dus. Dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein. Ik verwacht er niet veel bijzonder van, omdat we een slechtste team zijn. Maar goed, je weet maar nooit. Daar gaan we dan voor de allereerste kwalificatie van My Team Career Mode. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Onze allereerste kwalificatie in My Team Career Mode. Een witte auto. En op de halo staat er ook een quote van Michael Schumacher. To finish first, you first have to finish. Volgens mij. Dus ja, een beetje een inspirerende quote van mijn held. Ik vind het nog steeds de allergrootste die er is. Ook al rijdt Lewis Hamilton hem helemaal weg in de recordboeken. Mijn held is Michael Schumacher. Dus vandaar ook die quote. De Renault motor klinkt in ieder geval heel goed. Dan zijn we aanbeland bij het einde van onze eerste run. Mijn laptop begint weer te blazen als een gek. Die had het ontzettend warm. Dus ja, daar kan ik helaas niks aan doen. Dat is op dit moment genoeg om door te kunnen komen naar Q2. In nog ja, ongeveer 1 minuut en 40 seconden te gaan staan we op P16. En dit zou wel voor een grote stunt kunnen zorgen. Schumacher naar P17, Lundgaard naar 18. Dat doet hij heel goed. En dit wordt onze laatste run, onze laatste kans om ons te verbeteren. Maar dan maken we hier een klein foutje en ben ik de auto gewoon kwijt. En dat betekent einde verhaal voor deze run. We hebben niet genoeg tijd om ja, nog een run te doen. En dan schiet ik hier ook gelijk door en is het einde verhaal voor ons. Nu moeten we hopen dat Mick Schumacher, ja ik raak helemaal in de war met de achternaam. Dat Mick Schumacher zich niet verbetert. We laten daar even iemand voorbij. Giovinazzi. We duiken de pits in. De klok hangt zometeen op 0. Waar staat Mick Schumacher en waar staan wij op dit moment op een P16? Giovinazzi pakt Schumacher. We zijn dus aanbeland bij de pitbox. Maar is dat ook genoeg? We gaan kijken. Hamilton het snelste. 3/10 sneller dan Bottas. Maar waar staan wij? Helaas P17. We missen Q2. Op 23.000ste van Mick Schumacher. Jammer maar helaas. Dat betekent dat we dus van die plek moeten gaan starten. We gaan dus beginnen voor de race. Hier in Bahrein. Months of rumor and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. We go racing today around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit with 15 corners and two good passing opportunities into turns 1 and 4. Keep an eye out for drivers locking the front left tyre into the tricky braking zone of turn 10. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. They've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Norris,
Daniel Ricciardo and Vettel, Leclerc, Stroll, Sainz and Pierre Gasly, Ocon, Verstappen, they've taken a grid penalty, Yuki Tsunoda and Raikkonen, Mick Schumacher, the Professor, Antonio Giovinazzi and Christian Lundgaard, Russell, Mazepin, Fernando Alonso, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, and Nicholas Latifi. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid. Strategie is medium hard, maar die kan nog gaan veranderen. We nemen minder fuel mee, omdat de auto dan sneller is. Daar gaan we dan voor de allereerste aflevering van F21-21 My Team Career Mode hier in Bahrein. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en we komen beter weg dan Raikkonen. Ja, maar daar is dan ook gelijk Christian Lundgaard met een topstart. Wat heeft hij gedaan in die auto? Wij maken hier een divebomb en moeten hier even voorzichtig aandoen vanwege Pierre Gasly. Rijden op P13, kijken daar bij Raikkonen, maar we reden daar op de curbstones, dus dat is weg. P14, ook Tsunoda kijkt gelijk via die binnenkant. Wij geven niet op, rijden er hier mooi langs via de buitenkant er voorbij. En dat is gewoon P13. Raikkonen is de volgende en we zitten nog steeds in ronde nummer 1 van de wedstrijd. We moeten een beetje kalm aanzien doen. Kunnen hier misschien aan de buitenkant van Kimi Raikkonen proberen hier een betere exit pakken als dat lukt. Nee, dat lukt helaas niet. Tsunoda kijkt er wel via die binnenkant, dat zie ik wel. Dus we moeten even gaan verdedigen. Maar tot nu toe een uitstekende openingsronde gehad. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Het is daar geel en er is iemand uitgevallen volgens mij. Dat is een Haas van Nikita Mazepin. Nee, Valtteri Bottas is uitgevallen. En Nikita Mazepin is uitgevallen. Die zijn daar beiden tot stilstand gekomen. En we hebben een virtual safety car van 2 uitvallers op bijna hetzelfde punt. Ja, ongeveer. Dat is niet veilig. En Michael Masi roept dus de VSC uit. Wij blijven gewoon buiten tijdens deze virtual safety car. We moeten wel aan de delta zien te doen. Anders hebben we een penalty, maar wel heel toevallig dat Nikita Mazepin en Valtteri Bottas op datzelfde punt stil komen te staan. 0 punten voor de Fin, 0 punten voor de Rus. En wij daardoor naar een P11. Vanwege het wegvallen van Valtteri Bottas net niet in de punten. En de virtual safety car is aan het eindigen. En we kunnen weer racen, want de VSC is opgeheven. En onze eigen snelheid kunnen we gewoon weer terugrijden. We moeten wel rekening houden met de fuel. Want ik heb minder brandstof meegenomen om harder te kunnen pushen. Dan is de auto ook lichter. Maar dat betekent dat we op sommige punten wel fuel moeten gaan besparen. Wat ja, soms lastig kan zijn in een gevecht. Maar goed, dan is dat gewoon zo. Daar kunnen we helaas niks aan doen. We zitten in ronde nummer 4 op P11. Voor ons rijdt Pierre Gasly. Die is ook op die mediumband. En daar zit dan in één keer Esteban Ocon uit het niets. Gooit daar een divebomb van een juwelste. Maar die aanval slaan wij af. En dat is gelukkig nog steeds P11. Het is daar weer geel. Daar komt Ocon voor poging 2. En dat lukt niet helaas. Want hij moet die aanval afslaan. Ik weet niet waarom het daar geel was. Maar goed, het is weer groen. Dus we kunnen weer racen. Ook Pierre Gasly kan van ons wegrijden. Met dit gevecht van Esteban Ocon en mijzelf. Ronde nummer 5 pas, dus er zijn nog 24 rondes te gaan. Wat best wel lang is. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Gat naar Gasly is 5,5 seconden. En Ocon heeft een achterstand van 18e ongeveer. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Als Ocon daar weer kijkt voor een aanval, schiet hij hier een klein beetje door. En Ocon kan hier kijken. Zit in mijn slipstream, heeft DRS. We verdedigen die binnenkant. Ocon kan er niet langs. Kijkt dan wel via die buitenkant. Maar dat lukt ook niet, want wij houden de auto extreem breed.
En P11 is nog niet voor Esteban Ocon. We schieten daar een klein beetje door. Ocon zit ernaast. Maar wij laten hem hier mooi staan. En dat is nog steeds een P11. Ocon nog steeds naar een P12. Maar we moeten ons heel hard gaan verdedigen. We maken daar een klein foutje. En Ocon spint. Esteban Ocon is gespind, heeft de vangrail geraakt of de bandenstapels en moet daardoor helemaal achteraan beginnen. De virtual, nee, de safety car volgens mij is uitgeroepen. Ja, de volledige safety car is uitgeroepen. De tweede van de dag, ja, niet de echte safety car, maar een safety car fase is voor de tweede keer uitgeroepen in de wedstrijd. En we gaan dus naar binnen voor de medium compound. Teamgenoot is ook binnen, Christian Lundgaard. En die gaat daar pijn van krijgen, want wij zijn de leidende auto. En Lundgaard moet dus op ons wachten. It's it now. You'll be racing as you... 3,1 seconde is de pitstop. En waar komen wij terug? Okay, you only have to stop once now. Op een P13. Dus maar twee plekken verloren volgens mij. Dat is goed om te zien. Komen we gewoon mooi voor Mick Schumacher weer de baan op. En Sainz dus naar een P12. We moeten ook een beetje omgaan met de fuel, want we kunnen niet meer in lean mix. Er is nog maar één motorstand toegestaan. En tijdens die safety car fase heb ik wat fuel kunnen besparen, dus dat is goed om te zien. Wanneer gaan we weer racen? Dat is de vraag. Schumacher zit gelijk te kijken en die is gelijk wakker. Zit daar aan de binnenkant. Ook Nicolas Latifi doet een aanval. Kijkt naar de buitenkant. En Schumacher maakt een divebomb. Blokkeert daar beide voorwielen zelfs. Moeten daar even op de rem. En we zitten naast Lance Stroll. En die kunnen we helaas niet pakken. Hier dan wel op de exit. Schumacher verdedigt die positie ten opzichte van Lance Stroll. Kunnen wij dan kijken via die buitenkant? Nee, maar Carlos Sainz kijkt via die binnenkant. Lukt dat? Dat lukt niet voor de Spanjaard. En Stroll en Schumacher zijn nog steeds zij aan zij in deze battle. Ziet er daar een klein beetje door. En Sainz heeft nog niet die plek van ons veroverd. Intussen is Nicolas Latifi aangedrongen bij ons. En zit in gevecht met Carlos Sainz. We zijn op dit moment naar een P13. Voor ons rijdt Mick Schumacher. Stroll op P11. En dat betekent dat wij moeten gaan kijken hoe we moeten omgaan met de banden. Want we moeten nog een keer naar binnen voor onze laatste pitstop. Want we hebben niet aan het bandenreglement voldaan. Dat is namelijk, je moet op twee verschillende compounds de race rijden. En wij zijn van mediums naar mediums gegaan. Dus we moeten nog een keer naar de softband. Daar zit er dan mooi een aanval in bij Kimi Räikkönen. En Räikkönen spint. Was dat Räikkönen? Dat was Giovinazzi. Excuses. Antonio Giovinazzi was dat. Mijn fout. DRS beschikbaar gesteld door race director. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. Oké, mooi. Dat is dus een soort van nieuw tekst dat Jeff aangeeft dat er geen safety car nodig is. Dat is fijn om te horen dat ze dat hebben toegevoegd bij F1 2021. Want in F1 2020 hoorde je dat niet. Sainz naar P13 op 1 seconde. Dus die zit eraan te komen. Wij moeten gewoon de auto breed houden. Sorry, Sainz rijdt op een P12. Mijn excuses. We zitten in ronde nummer 12. En Sainz rijdt dus op P12. Ja, ik ben een andere camera. Een soort van on-screen display gewend. Dat de positie bij de rijder stond. En de lap bij de tijd stond. Alleen dat is nu omgedraaid. Dus ja, excuses daarvoor. Kan ik niks aan doen? Ja, kan ik wel iets aan doen. Alleen ik ga het niet veranderen. Want ik vind dat zonde van mijn tijd. Carlos Sainz zit te kijken. Voor P12. Maar kan nog niet aanvallen, want hij zit net te ver weg. Sainz zit er dit keer beter voor in ronde nummer 13. Een ronde later. Sainz kijkt naar de buitenkant en is er voorbij. Maar rijdt hij wel langzaam? Kunnen we hier terugkomen? Jazeker kunnen we dat. Mooi om te zien. De AI staat op 92 trouwens. Dus dat is wat verhoogd ten opzichte van F1 2020. Daarom was die kwalificatie, ik vond het persoonlijk nog best wel knap van ons dat we op een P17 waren geëindigd met 92% AI. Want ik rijd met de controller en dat is niet al te makkelijk.
Dus ja, ik vind zelf dat we het heel goed doen. En P11, ja, dat is gewoon uitstekend. Jammer dat we niet in de punten rijden. Maar er zijn nog 15 rondes te gaan. Dus er kan nog van alles gaan gebeuren in de grote prijs. Tsunoda op een P15. Sorry. Op een P11, mijn fout. Ja, ik kijk weer verkeerd. Gaat achtergrond is 2,5 seconden. Nou, dat klopt niet, want Tsunoda zit er gewoon te kijken voor een P11. Ziet hier een klein beetje door. Dat is gewoon de druk die ik voel. Tsunoda kan daar niet aanvallen, want wij duwen hem daar gewoon compleet wijd. En dat is nog steeds een P10. Maar we moeten nog een keer naar binnen voor onze laatste pitstop. Dus dat gaat ook pijn doen voor ons. En des te langer we wachten, des te langer het meer pijn gaat doen voor ons. De laptop begint weer voor de zoveelste keer te blazen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik moet hem volgens mij gewoon een keer schoonmaken. Alleen ik heb daar geen tijd voor. Dus ja, op de gameplay hoor je gewoon constant een vliegtuig. Niks aan te doen. De laptop is ook compleet heet. Ik voel nu letterlijk aan de laptop en die is gewoon hartstikke heet. Dus ja, ik moet oppassen dat ik mezelf niet verbrand als ik hem wil oppakken. We duiken trouwens naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. We gaan naar de soft compound in ronde nummer 18. Sorry, ronde nummer 19. Dus nog 10 rondes te gaan. En hiermee geven wij een puntenfinish uit handen van Fernando Alonso en Pierre Gasly. Die gaan dus naar de punten rijden. 2,4 seconden. Pitstop kon wat sneller, want de versnelling was niet beschikbaar. En dat heeft ons wat kostbare tijd verloren. En die moeten we dus nu gaan goed zien te maken op Lance Stroll, Alonso en zelfs Yuki Tsunoda. Die is ons gepasseerd en we komen terug op een P12. Dus dat belooft nog wat voor de volgende 10 rondes in de wedstrijd. Komen we daar dichter bij Yuki Tsunoda. Zitten bij de kont van Tsunoda. Kunnen hier misschien achterlangs kruisen. We kruisen achterlangs. Lukt dat? Op een heel gewaagde inhaalactie. Dat lukt helaas niet. Maar Tsunoda is daar wijd gegaan. En dat is mooi. Een P11 voor ons. Geen puntenfinish. Maar ja, jammer maar helaas. Daar kunnen we helaas niks aan doen. Ik denk dat Alonso net te ver is. Dat vind ik wel jammer. Maar goed, niks aan te doen. De race is gefinished. Lewis Hamilton is de racewinnaar. Wij helaas niet naar de punten. Maar mogen extreem tevreden zijn met deze grote prijs. Pakken een P11 in onze debuutrace. Jammer, maar geen punten. Maar ik vind het nog knap van P17 naar P11. Met 92% AI. Dat is goed. En dan gaan we ons voorbereiden voor de volgende aflevering. En dat is in Spanje. The Mercedes team pulled out a fantastic performance today. They should be proud. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? Well, the safety car completely changed the race, didn't it? It's hard to say exactly what would have happened without it, but there's no question that they came out of that situation in a good position. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Hier we dan dus de raceuitslag. Lewis Hamilton wint de openingswedstrijd in Bahrein. Perez naar 2, Norris naar 3. Lewis van Hamilton pakt ook nog even het snelste race punt. Wij dus naar een P11. Alonso krijgt driver of the day. Niet verdiend, niet verdiend. Dat hadden wij moeten zijn. Christian Lundgaard naar een P14. Maar goed, deze aflevering zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb je genoten, benoemd dan zeker met een like. Ben je trouwens nu op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse F21-21 Career Mode video's zien? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist.
Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. En vertel me ook waarom je hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam vindt in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F2121. My Team Cremo. We gaan verder in Spanje.